Wow, ça passe tellement de pouces au presse. Goedemorgen, we staan hier bij de Winnikse Bikers. Kunnen jullie eens vertellen wat dat jullie plan is? Wij gaan straks de fiets nemen en we gaan naar Rome rijden. Hè? Ja, jullie zijn volledig geëquipeerd. Wilt dat dan ook zeggen dat alles van op voorhand uitgestippeld is? Of wat moeten we... Dat is volledig uitgestippeld van in begin tot op het einde. En Danny is de man die dat, en Jan ook, die het op zich genomen hebben om dat allemaal goed in elkaar te steken. Ja, jullie gaan naar Rome. Over hoeveel dagen gaat dit dan? Dat gaat eigenlijk over 15 fietsdagen. Dus dat is eigenlijk het einddoel, Rome. Het is ook zo dat eigenlijk het doel niet op zich is. Het doel is eigenlijk de reis zelf, de kameraadschap, de vriendschap. Ook de fysieke, we rijden door de Elzas. We gaan daar Zwitserland doen, tegen de Rijn, de Bodensee, het Comomeer, Noord-Italië gaan we allemaal aandoen. Dus eigenlijk de reis, de hele reis zelf en de kameraadschap en de vriendschap, dat is eigenlijk het doel van de reis. Ja, en hoe is dat dan precies ontstaan, dat idee om naar Rome dan te gaan? Het idee van jaarlijks een tocht te doen, dat is al 10 jaar geleden ontstaan eigenlijk. Maar 2 jaar geleden was het Compostela en we vonden dat een dergelijke reistocht nog een moest op programma staan. En Rome was eigenlijk qua afstand en qua tijd en qua fietsdagen eigenlijk ideaal. Ah, ja, kaarsje niet te branden. Dat is goed, we gaan dat zeker doen. Ik zie dat ik 2 man dat dan al niet ja. Er staat hier ook een mobiloom achter jullie. Wil dat dan zeggen dat er nog mensen meegaan? Ja, zeg maar Jan. Ja, onze begeleidsters gaan mee. We gaan ze misschien eens bij ons roepen. Kom maar hier, dames. Ik ben de chauffeur. Ik probeer dat goed te doen en dat mijn veilig kinderen in Rome geraken. Hè. Dus ik zal mijn best doen. Straks wachten we hen op voor hun middageten. En dan rijden we nadien naar de camping en daar bereiden we dan het eten voor en zo tegen als ze toekomen. Een aperitiefje en nog wat bij of zo, denk ik. Allee, ja, als allemaal heel hard schinder en heel hard zweer erop, meer vakantie zwaar. Dus toch een beetje vakantie voor jullie ook dan als je na die 15 dagen hebt gefietst. Ik denk dat dat gaat 18 dagen vakantie zijn. Ik heb ook vernomen dat jullie zich sociaal engageren. Wat moeten we ons daarbij voorstellen? Dat is natuurlijk een beetje via Ronnie gekomen. Dat is Schoondragen. Dat is een instelling voor handicapten, mentale handicapten. En die doen jaarlijkse fietstocht, mountainbike en fietstocht. En wij helpen daarmee organiseren. Mark stippert hier de route van de mountainbike uit en wij helpen totaal mee. Dat is voor een goed doel en we doen dat graag en met veel plezier. Meester op jongens, alle wegen rijden naar Rome, geen je verkeer verhalen. Geen kies. Digitaal en vanuit het centrum van Ninove. Ninos Media en Ninos Succes Radio, vanaf nu één geheel. Eén geheel. Ninos Media is het regionale nieuwsmedium voor Ninove en de Denderstreek. Tip onze redactie bij nieuwsfeiten en evenementen uit Ninove en de Denderstreek op ninosmedia@telenet.be of 0495 69 32 72.